Donderdag vond de internationale Coming Out Day weer plaats. Ook in Nijmegen werd het gevierd met verschillende activiteiten door de stad. De aftrap vond om 8:30 ochtends plaats bij de Sint-Stevenstoren, waar een lange regenboogvlag aan de gevel werd gehangen door wethouder Gete Visser. Vergezeld door leerlingen van basisschool Petrus Canisius. Nijmegen is heel trots dat het een tolerante stad is. Zo staat Nijmegen ook bekend. We hebben hele actieve verenigingen in Nijmegen die zeggen van laten we alsjeblieft allemaal mogen zijn wie we zijn. Mooie evenementen. En het gemeentebestuur heeft ook echt ingestemd met het regenboogakkoord waarin staat dat we allemaal mogen zijn wie we zijn. Ook voor Visser is Coming Out Day een belangrijke dag. Ik heb een vriendin en ze heet René. En ik merk dan wel eens dat ik dan zeg, ja, René en ik gaan naar de camping. Dat mensen zeggen, oh, en gaat hij dan de tent opzetten of weet ik wel wat voor een rolpatronen. En dan denk ik van, ik vind het fijn dat ik gewoon mag zijn wie ik ben. Het RN7-programma Wat zegt het volk maakte deze dag een special onder de naam De Oudste Stad. De reportages zijn aankomende dagen terug te vinden via de bekende kanalen.